Er zijn twee plaatsen in Drenthe waar drie hunebedden dicht bij elkaar liggen. Eén keer bij Emmen en één keer hier bij Bronniger. Ik sta er midden tussenin, ze liggen op de punt van een driehoek. Daarachter zie je D23 liggen, daar is D24 en hier ligt de grootste D25. Hier vlakbij liggen trouwens nog een paar oude graven uit de prehistorie. Grafheuvels uit de bronstijd, daarvoor moet je een eindje verder hier het pad af. De mensen die deze heuvels aanlegden leefden misschien wel 1000 jaar later dan de hunebedbouwers. En toch hebben ze ongetwijfeld hun doden bewust begraven in de buurt van die hunebedden. Graven waarvan ze wisten dat die oud waren. Oeroud.